welkom bij een nieuwe vlog hier op It's Ultrex, de rechte. Het is zondag vandaag en we gaan even lekker een potje wandelen, jongens. We gaan even wandelen. Ik dacht dat het droog was, maar ik ben toch weer in de regen. En we gaan hier even een parkje in. Het is lekker vlak bij huis. Terwijl ik alles weer vergeten ben. Vergeten mijn medicijn in te nemen. Vergeten mijn muts mee te nemen. Dus ik heb een koude kop. En het enige wat ik kan doen is mijn capuchon opzetten. Voor de kou. En voor de rest, is het niet veel. Het is een beetje, het is echt herfst weer. Dat kunnen jullie ook hier zien. Kijk. Hoppa. Het is echt herfst weer. Ik heb paraplu bij me, want het is wel nodig. Want voor je het weet heb je zo ineens weer een plens water op je hasses. Dus en vandaag wou ik eens even dit parkje door gaan nemen, jongens. Klein parkje. Dicht bij huis. Aan de overkant eigenlijk, zeg maar. En dit park wou ik vandaag even doorwandelen. En gelijk een beetje kletsen. Het is een klein parkje, dus het zal niet echt een grote vlog worden. Maar toch, ondanks alles, toch. Nou, ik dacht dat het er even droog was, maar... Wordt het nou... Nee, het regent nog steeds. Het regent nog steeds. En het is hier wel mooi, hoor. Dat wel. Maar ja. Ik wil nog even een shot maken van Hero. Oh. Zo, even een shotje hiervan. Hoppa. Nou, de eentjes lekker zwemmen. En er allemaal drup op mijn camera valt. Ondanks dat ik de paraplu meegenomen heb. En die heb je echt wel nodig. Het is echt bar en boos is het. Maar we gaan gewoon toch wel even genieten van dit shot. Ik vind het toch wel ontzettend mooi. De bomen vind ik ook wel ontzettend mooi. En zo zie je dat er toch wel zo'n mooie plekjes zijn. En dat heel dicht bij huis. Nou, gisteren had ik dus Minecraft opgenomen. En was wel leuk. Er waren wel aardig wat kijkers. Bezoekersaantallen bij streams. Gaat wel goed. Ik heb best wel veel kijkers. En voor de rest gaan de abonnees lopen ook wel goed. Dus wat dat betreft mag ik niet klagen. Ik had nog even een paar dingetjes. Ook ik heb er de laatste tijd veel mee te maken. Ondanks dat ik heb er de hele tijd niet mee. Ik heb het nooit zo erg meegemaakt. Dus ik ga niet zeggen van joh Marco, je moet, dat is YouTube, daar moet je maar tegen kunnen. Ik ben nog maar beginnend. Dus een jaartje ongeveer, iets minder dan een jaar, ben ik nou bezig. En ik krijg tegenwoordig ook veel meer haatreacties. Bijvoorbeeld een of andere crash gisteren. Die heb ik gemeld bij YouTube. Begon allemaal rare dingen te vertellen van mijn vlog in Wildlands, Emmen. Dat ik op moest sodemieteren en dat hij mij niet in zijn stad wou. En nog meer van die rare acties. Dus vandaag, helaas, heb ik daar ook mee te maken. Maar daar moet ik even doorheen. Het is nou eenmaal zo. En met zulke idioten heb je te maken. Hij zat onder de naam Crash, zat hij. Hij moet zeigen verschuilen onder een username. Durf niet zijn echte naam te gebruiken. Want dat heb je met lafaards. Lafaards
Die durven nooit hun echte naam te zeggen. Alleen maar... ja... Ze durven alleen onder een... onder een username durven ze te schelden en te vloeken en te tieren en te razen. Zulke lafaards zijn het. Dat zijn gewoon lafaards. Dus ik krijg daar de laatste tijd ook mee te maken. Met haters. Ik ga er even neerleggen. En dan ga ik nog even wat beelden hier van de omgeving schieten. Want het is hier eigenlijk veel te mooi om naar mij te kijken en een groene achtergrond van mijn paraplu. Dus ik ga nog even wat beelden schieten van de omgeving hier aan. Daar komt ie. Hier heb je de woonwijk, Vlinderveen, hierachter zit het winkelcentrum Waterland. En daar waren we er net heen gegaan, dus we gaan nu weer die kant op. Of kan ik hier rechtdoor rijden? Nee, ik even lopen. Ik denk dat ik gewoon deze weg pak. En het gaat alleen maar harder regenen. In plaats van dat het ophoudt bij regenen, gaat het alleen maar harder en harder en harder en harder regenen. Het is echt een druilerige dag vandaag. Maar ik wou ondanks alles, wou ik toch een buitenvlog opnemen. Dus bij deze. Ja, vind ik ook gewoon belangrijk dat je ook een beetje mooie natuur laat zien in je vlogs. Dus dat vind ik wel ontzettend leuk om te filmen, om te doen. Volgens mij zijn we het park nou weer aardig door. Hè? We gaan gewoon hier ook, gaan we linksaf. Dan gaan we kijken of ik kan hier het bruggetje nemen. Ik neem hier het bruggetje, dat is nog beter. Ik neem hier het bruggetje. Alhoewel je ook zo kan. Ik ga toch die kant. Ik ga toch voor het eerste optie. Hier ook. Oh, hier kom je weer langs huizen. Dat dacht ik eigenlijk al. Dat dat zou gaan gebeuren. Hier kom je langs huizen. Dus dan moet je eigenlijk hier de hol weer op. Zal ik dat doen? Want het is echt... Nee, ik ga dat niet doen, want het is echt... Kijk, het kan wel, maar het is echt een beetje... Het is natuurlijk allemaal zeiknat. We gaan gewoon... We gaan gewoon even kijken of dat ik de andere kant kan filmen. Terwijl ik heel erg moeilijk met mijn camera aan het doen ben. Zo. En dan gaan we aan de andere kant nog even kijken of ik nog een stukje kan filmen. Dan had je voor me ook zo'n klein parkje. Dus dat is misschien wel leuk om even dat even te laten zien nog. Kijk, hier kan je wel omhoog. Hier kan je erin. En dan kom je hier op de heuvel. Kom je uit. Ik zag daar een knuffelend stelletje. Oh, die staat aan die kant. Dus wij lopen lekker de andere kant op. Nee, de andere kant heb ik geen park meer. Dus we gaan gewoon weer terug. Hoppa.
toch wel goed voor de gezondheid. Even een beetje wandelen. Daar is niks verkeerds mee. Kijk, hier kan je nou weer naar beneden. En dan kom ik als goed is weer op het pad uit. Waar ik toen net was gebleven. Daar heb je water. Oh. Het is allemaal zeiknat hier ook. Zeiknat. Ik ben nog nooit zo nat geweest. Zo, dat was het park. We zijn het park alweer uit, jongens. Nou, ik dacht dat er aan die kant ook een park was, maar dat is niet zo. Dus we gaan gewoon hier eruit. Zo. Dan lopen we weer op de grote weg. En dan ga ik hem even neerleggen. En dan vind ik het eigenlijk wel best hier ook om te gaan wandelen. Ik ga lekker gauw naar binnen. En dan spreek ik jullie dadelijk weer als ik weer lekker warm voor de kachel zit. Ik spreek jullie dadelijk. En ik weet niet of dat goed te zien is. Maar de regenboog die is er ook. En nu is het bijna weer weg. Zo, en ik ben weer thuis. Het is, ik ben wel blij dat ik thuis ben. Jeetje zeg. Oh, wat voelde ik me koud en ellendig zeg. Het is echt, het is hondsberoerd buiten. En ik weet niet of het aan mij ligt, maar volgens mij is de camera ook een beetje verslag. Door het slechte weer. Helemaal beslagen helemaal. Dus ik ga nog even lekker computeren en dan ga ik nog even wel even verder kijken wat ik nog ga doen vanavond. Misschien een livestream, weet ik nog niet zeker. En ja, we gaan het wel zien jongens, Het is echt een druilerig weer, echt, het is bar en boos is het. En ik was het wel na een minuut of 10 was ik het wel zat, was ik het. Dus ben lekker naar huis gegaan. Ik weet niet of dat de regenboog nog een beetje goed in beeld was. Ga ik zo even naar kijken. En dan gaan we wel zien. Ik denk dat de jongens ook wel weer blij zijn dat ik terug ben. Die hadden echt zoiets van, what the fuck, waarom gaat hij nou ineens pleiten? Daar heb je Bokito toevallig. En Dribbel, die zie ik nergens. Ik zie nergens Dribbel. Waar is Dribbel? Daar is Dribbel. Die zit weer... Zoals gewoonlijk zit hij weer down onder. Dus. Hé, Dribbel, wat heb je toch allemaal? Hé, hey, oude vriend. Lekker oude beer. Zo. Nou, ik ga even kijken wat Michael nog aan het streamen was. Die was net aan het streamen. En dan spreek ik jullie allemaal dadelijk weer. Tot zo. Zo, en het is inmiddels 8 uur. En over een half uurtje ga ik Grand Theft Auto 5 livestreamen weer. Als het goed is zou Rob komen, misschien zou Michael komen. We gaan het wel zien wie er allemaal komt. Maar ik ga er in ieder geval vanavond livestreamen. Wat heb ik de rest nog gedaan? Niet veel. Ik heb eigenlijk heel veel leren slapen. Ik was ontzettend moe. Dus ik heb nog eventjes wat uurtjes slaap ingehaald. En... met de video's ben ik aardig dicht. Hoe heet dat nou? Ben ik aardig op de route. Ik moet alleen even nog. Moet de filmpjes alleen nog uploaden. Maar ik heb de vlog van gisteren ook al geëdit. Dus die is ook al klaar. Die hoef ik alleen nog maar online te zetten. Nou, vanavond dus Grand Theft Auto 5. En we gaan wel zien wie er allemaal komen. Terwijl ik heel erg verkouden ben. En. Ik ben een beetje stom geweest. Ik ben eigenlijk de hele dag vergeten mijn medicijn in te nemen. En daar heb ik nu een beetje last van. Ik ben een beetje draaierig en een beetje duf ben ik. Dat komt omdat ik mijn medicijnen niet ingenomen heb. Ik heb ze zojuist ingenomen. Maar ik weet niet of dat helpt. Dus eigenlijk neem ik ze 's ochtends vroeg al in. Dus ja. Vandaar.
Ik ga nog eventjes hem neerleggen. Ik heb net de kat eten gegeven. Ik ga de computer nog even opstarten. En dan spreek ik jullie allemaal dadelijk als de livestream geweest is. Dan spreek ik jullie nog wel even. Dan neem ik nog even een stukje van deze vlog op. Ik spreek jullie allemaal dadelijk weer. Tot zo. Zo, het is inmiddels half negen. En ik ga zo de livestream starten. Maar niet voordat ik gezegd heb wat ik vergeten was te zeggen in het vorige stukje. En dat is dat ik tegenwoordig ook weer bezig ben op... moet ik even een naam zoeken, want ik vind het nogal moeilijk uit te spreken. Discord. Ik zit ook op Discord. Dus heb jij ook Discord? Of heb je geen Discord? Maak er eentje aan. En dan kunnen jullie maar binnenkort toevoegen. Discord is een soort ding waar je allemaal geluiden... je kan er voor mij ook live mee. En je kan er reacties op kwijt. En je kan ook dingen plaatsen. Heel leuk. Dus ik zal binnenkort, als ik er echt helemaal klaar ermee ben... en dat hij helemaal gereed is... Ik heb al een hele hoop vanmiddag gedaan. Daaraan. Dan zal ik zeggen hoe je mij kan vinden. En dan kan je mij toevoegen op Discord. Ontzettend leuk in ieder geval. Ik heb gezien dat It's Intrax, mijn naamgenoot. Of nou ja, degene van wie ik het allemaal de naam heb overgenomen. Maar waar ik eigenlijk toch wel een beetje het onder meer het YouTube aan te danken heb. Dankzij hem ben ik eigenlijk begonnen ook een beetje. En nog wel een paar andere. Zag ik dat die is er ook op. En je kan er echt hele leuke dingen kan je ermee doen. Dus jullie krijgen binnenkort krijgen jullie te horen. Als het klaar is. En dan kunnen jullie ook op Discord mij toevoegen. Hartstikke leuk. Ik zou zeggen al mijn leden. Al mijn YouTube volgers. Mijn abonnees, maak een Discord account aan en voeg mij toe. Nou, ik ga neerleggen, ik ga de livestream starten en dan spreek ik jullie allemaal dadelijk weer. Tot zo! Zo, en het is half één geweest en ik ga naar mijn bed toe. Ik ben het zat. Ik ga lekker slapen, morgen weer vroeg op en weer aan de arbeid. Weekend zit er weer op. Ik heb nog even een half uurtje maar GTA livestreamd. Want er was verder niemand. Op de chat was wel gezellig. Maar voor de rest was er bijna niemand om mee te spelen. En ik had een paar keer dat die uitviel. Dat de server uitviel. En ja, op een moment was ik het gewoon zat. En toen ben ik er maar mee gekapt. Nou, de rest van de avond heb ik alleen nog maar een beetje zitten computeren. En nu ga ik lekker slapen. Ik ben het zat. Ik ga lekker naar bed toe. Dus bij deze de afsluiting voor vanavond. Ik zou zeggen, in ieder geval, vonden jullie deze vlog leuk? Doe even dat blauwe duimpje de lucht in. Als je nog niet geabonneerd bent, abonneer op mijn kanaal. En ik zie jullie morgen weer. Bij een nieuwe vlog. En druk even op het belletje. Dan worden jullie op de hoogte gehouden als er een nieuwe video of livestream is. Iedereen de groetjes. Ook van onze kleine grote vriend. Bokito. Zullen wij samen de afsluiting doen? Ja, gaan wij samen de afsluiting doen, hè? Oude vriend. Oude poes. Kijk nou. En de oude vriend, hè? Ja, je bent mijn vriendje. Nou, in ieder geval, jongens, de groetjes. Tot morgen. En skabadi, skabadoe, skabadabadoe.